Goeiedag allemaal. Als nieuw Europees parlementslid voor de ECR ben ik zeer vereerd met het feit dat ik het rapporteurschap toegewezen gekregen heb over het rapport rond betere regelgeving voor de interne markt. Vandaag de dag denk ik dat we op dit vlak met een groot probleem zitten. Europa kampt een beetje met een Europese reglementitis, een Europese regeldrift, een beetje de cultuur van we zijn goed bezig als we wetgeving aan het maken zijn. Dat is één zaak. Minder kan wel degelijk ook beter zijn. Ten tweede is het ook vaak zo dat de Europese regelgeving heel veel administratieve lasten meebrengt voor, ik denk dan bijvoorbeeld KMO's. KMO's die uiteindelijk wel een belangrijke rol spelen in het creëren van groei en jobs die vandaag de dag des te belangrijk zijn. Dus wat denk ik dat er moet gebeuren? Ik denk dat het op de eerste plaats belangrijk is dat Europa zich bezighoudt met de zaken die we niet op nationaal of lokaal vlak kunnen aanpakken. Dus Europa moet zich bezighouden met zaken waar Europa echt een meerwaarde kan bieden. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de klimaatproblematiek. Het is duidelijk voor iedereen, klimaat kunnen we niet op nationaal niveau alleen aanpakken, daar hebben we Europa voor nodig. Dat is de eerste stap. De tweede stap, als er dan Europese wetgeving komt, denk ik dat het heel belangrijk is dat die wetgeving eenvoudig is, makkelijk is en ook makkelijk toepasbaar is. Alleen op die manier zal ze eigenlijk haar doelstellingen kunnen bereiken. Hoe wil ik het alles concreet aanpakken, dus zonder op de zaken te veel vooruit te willen lopen natuurlijk, is, ik denk dat het belangrijk is dat er meer verantwoordelijkheidszin komt binnen de instellingen zelf. Dus de instellingen zelf moeten zich bewust zijn van het principe van betere regelgeving. En daarnaast denk ik dat het heel belangrijk is dat er meer evaluatie gebeurt van de wetgeving, zowel vooraf als achteraf. Vooraf, tijdens het wetgevingsproces zelf dus, toetsen aan wat kunnen de gevolgen van deze wetgeving zijn, hoeveel zal dat kunnen kosten enzovoort. Maar ook achteraf, dus achteraf kijken wat zijn de effecten van de wetgeving, waar kunnen we eventueel bijsturen enzovoort. Ik denk dat we hier zelf als Europees Parlement ook een zeer belangrijke rol in spelen. Ik denk dan bijvoorbeeld tijdens trilogen gebeurt het vaak dat er amendementen worden ingediend zonder dat er eigenlijk bij nagedacht wordt van ja, wat zijn de gevolgen hiervan, wat zouden de kosten daarvan kunnen zijn. Dus al deze zaken denk ik zijn zeer belangrijk, moeten we aanpakken en ik denk op die manier kunnen we de burger ook terug meer laten geloven in het feit dat Europa echt nodig is en dat Europa echt wel een meerwaarde kan bedienen.